En in tegenstelling tot de ASFA en de voorzitter en de Vereniging van Winkeliers, was de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, niet onder de indruk van de presentaties die de regering zal houden over projecten in het kader van het herstel- en stabilisatieplan. De NPS is een jaar geleden, toen de regering informatiesessies heeft gehouden om te komen tot een FEP, een financieel-economisch platform, niet ingegaan op de uitnodiging. Rusland geeft aan waarom zijn partij niet is geweest. Het is zo dat tegen die tijd, we waren net achter de verkiezingen. En wij hadden duidelijk de indicatie gegeven dat de regering een grote meerderheid had behaald. En wij vonden het natuurlijk nodig dat de regering de ruimte kreeg om haar ideeën, haar projecten die zij aan de samenleving had voorgesteld, om die voor te kunnen bereiden en uit te kunnen voeren. Wij vonden dat onze plek volgens de verkiezingsuitslag was dat wij ons bezig moesten houden met oppositionele werkzaamheden. Het is inderdaad zo dat wij een uitnodiging hebben gehad van de president om een presentatie te krijgen over projecten in het kader van het herstel- en stabilisatieplan van de regering. Over het wel of niet gaan naar de meeting vind ik niet elegant, omdat we dus de uitnodiging van de president hebben gehad. En wij niet over de media kunnen zeggen wat wij wel of niet gaan doen voordat we de president daarover geïnformeerd hebben. Yeah. We bekijken de zaak, maar ik kan alvast aangeven dat deze kwestie is behandeld in de Nationale Assemblee. En het is wel zeer teleurstellend geweest in de zin van dat wij hebben gemerkt dat wanneer je probeert een wezenlijke bijdrage te leveren en je zorgpunten naar voren te brengen, dat natuurlijk worden afgedaan met te zijn dat jij niet goed geïnformeerd bent als oppositiepartij, in ieder geval de NPS niet. Rusland zegt verder dat de oppositie en met name de NPS steeds heeft gewezen op bepaalde zaken waarbij er enorm veel geld geïnvesteerd zal worden. Als voorbeeld haalt hij aan het 5000 hectare kokos- en cacao-project waarbij de regering 1,2 miljard SRD wil besteden in de komende 2 jaar. Het enige wat we hebben gezegd is als je de 2 jaar, 3 jaar voorbij zijn, als we inderdaad dat geld weet los te krijgen van de financierders, dan zullen we aan het eind natuurlijk geen geld hebben. Het geld zal op zijn, maar zeker ook geen kokos en geen cacao. En dat is mij bijzonder kwalijk genomen door de coalitie, dat men allerlei programma's eraan heeft gewijd, zowel op de staatsmedia als anderszins om natuurlijk aanvallen te plegen. En daar zie je dus dat de mensen niet echt serieus zijn om te kijken naar wat in ieder geval vanuit de NPS komt. En dus de oppositie. En je moet je dan gaan afvragen wat de serieusheid is om een bijdrage te leveren aan deze activiteiten. Een ander project is de bouw van het ziekenhuis te Wanica, dat ook heel veel geld zal opslokken. Terwijl er andere ziekenhuizen zijn die dringend aan renovatie toe zijn. Dat zegt de NPS-voorzitter. Dit zal ertoe leiden dat we straks met een paar halve ziekenhuizen zitten. De ervaring van de NPS is dat de coalitie, CQ de regering, niet luistert naar andere meningen. De NPS zal zich daarom beraden of ze wel of niet in zal gaan op de uitnodiging. De politieke partijen zijn voor 16 september uitgenodigd.